zelf dat doen? Langs deuren gaan? Ja. Echt waar, ja? Ja, ik wel. Bij mensen die er helemaal niet op zitten te wachten? Ja, nou ja. Ik denk dat ze het niet zo erg vinden als ik aan mijn ogen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, God bestaat niet. Hebben mensen bedacht. Ja. Jij lijkt daar geen moment aan te twijfelen. Och nee, dat vind ik... Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik heel dom. Als je dat heel dom? Ja, dat vind ik echt heel dom. Want? Dat vind ik dom omdat de mens zit zo ingenieus, zo mooi in elkaar. En we leven op een planeet ergens in een melkwegstelsel. Als er een ster valt, is het misschien miljoenen lichtjaren geleden... dat er een planeet is ontploft. Het zit zo wiskundig mooi in elkaar. Als de zon iets verder van de aarde was, dan zou het bevriezen. Als het iets dichterbij, dan zou de aarde verbranden. Het zit zo wiskundig mooi in elkaar. Er zit een genie achter. Veel mensen die erin hebben gezeten, achteraf zeggen... ja, het is echt een secte. Ja, maar het is absoluut geen secte. Maar die verhalen ken je ook, denk ik. Ja. Wat zeggen die verhalen jou? Ik vind dat mensen oordelen over een geloof die alleen maar het woord van God verkondigt. En dat doen ze aan deuren. Ja. Maar die mensen hebben erin gezeten en die zeggen van je hebt geen enkele vrijheid als je erin zit. Ja. Het is niet makkelijk, nee. Je mag niet zomaar gedoopt worden. Want als je gedoopt wordt, dan moet je natuurlijk heel veel dingen laten. Je mag niet meer roken, je moet je echt... precies doen wat de Bijbel zegt. Ja. En dat is ook eigenlijk wat de Jehovah's getuigen zeg maar doen. En daarom vindt iedereen ook van dat ze heel streng zijn. Ze doen eigenlijk echt werkelijk precies wat van hun gevraagd wordt. En als je wilt toetreden, moet je dus ook precies zo gaan leven. Ja. En dat is misschien niet precies hetzelfde als je nu leeft. Dat is ontzettend moeilijk. Wat weerhoudt jou ervan om die laatste stap te zetten? Om echt te zeggen van, en nu ga ik het doen. Nou, ik heb sowieso volle 1000% geloof heb ik dat het de waarheid is. Ja. Ik geloof er echt in. Net zoals dat ik jou nu zie zitten, zo zeker ben ik ervan. Wat mij ervan weerhoudt, dat is mijn levensstijl. Dat is dat ik ben echt gewoon heel eerlijk. Ik rook nog steeds. Mm. En dan heb ik wel fases dat ik natuurlijk wel minder rook. Of alleen als ik op stap ga. Ik moet heel mijn leven omgooien.